Welkom, mijn naam is Fouad Lakbir. Welkom mensen, mijn naam is Luan Buleshkai. Hey, sinds 18 december is Luan, mijn huisgenoot, vertrokken naar Curaçao. En aangezien hij niet een week of twee weg is gebleven, maar al 2 maanden bijna, dachten we van, laten we brieven uitwisselen. Ik in de vorm van storytelling en hij in de vorm van spoken word. Ja, en zo hebben we eigenlijk 2 brieven naar elkaar geschreven. Dus 4 brieven in totaal. En dat in het kader van Valentijn, maar eigenlijk in het kader van echte vriendschap. Want wij zijn naast eigenlijk woordkunstenaars en collega's ook huisgenoten en vrienden. En Fouad trapt hem eigenlijk vandaag af. Yes. Bro. Toen je op 18 december een vlucht pakte naar Cura, had ik nooit verwacht dat je zo lang weg zou blijven. Je hebt echt veel gemist. Tijdens de eerste lockdown in maart heb ik een knopje omgezet en ben ik eindeloos gaan ondernemen. En ondanks dat je er was, sprak en zag ik je eigenlijk nooit. Ergens heel fijn zo'n tunnel. Maar nu we weer in een lockdown zitten en ik niet in een tunnel zit, mis ik je. In Amsterdam merk je dat mensen steeds meer wennen aan alle regels waar we vandaag de dag mee moeten leven. Wie had dat een jaar terug gedacht? Precies een jaar terug pakte ik een vlucht naar Marokko met mijn vader. Ik kan me nog heel goed herinneren dat wij op het vliegveld aankwamen en we gelijk een formulier moesten invullen over corona. En toen dachten we allebei, wat is dat? Nu een jaar later struin ik door de straat van Amsterdam en kijk ik niet op van een verplichte afstand, mondkapjes en lange rijen bij koffiezaken. Ergens merk je dat Amsterdam probeert door te gaan en samen het beste ervan probeert te maken. Zo valt het mij op dat Sloterplas enorm druk is. Je ziet mensen joggen, wandelen, daten, wildplassen, zoomen en door de plas zwemmen. En naast Sloterplas zijn alle andere parkjes ook druk. En dan heb ik het niet over een vrije zondag, nee. Maar juist over een doordeweekse maandag, rond 1 uurtje of 3. Heel gek om zoveel mensen buiten te zien. Amsterdam blijft Amsterdam. Een stad die ondanks alle beperkingen steeds weer manieren weet te vinden om toch door te gaan. Want we moeten doorgaan. Het is je vast niet ontgaan dat het ook een paar keer goed is misgegaan. Zo hebben stadsdelen Oost, Nieuw-West en Zuidoost het moeilijk gehad, toen de avondklok net was ingevoerd en het even leek alsof het helemaal mis zou gaan met de stad. We hebben toen met man en macht er alles aan gedaan om mensen rustig te houden en onze stad de rellen te besparen. Als aandenken is de PC Hoofdstraat helemaal bedekt met panelen en zo ook andere delen van de stad. Verder is ons huis nog nooit zo opgeruimd geweest. Want ik heb veel tijd. Heel veel tijd. Deze lockdown heeft onze sector echt geremd en is er heel weinig te doen helaas. Dus ik zit met heel veel tijd en rust. Maar zoals je mij kent, weet ik mezelf altijd bezig te houden. Ook ik heb de wandelgekte te pakken en het lukt mij niet om te slapen als ik geen 10.000 stappen heb gemaakt. Daarnaast heb ik heel veel ruimte voor mijn familie en is het heel bijzonder om te zien hoe mijn 2 broertjes van 11 zich aan het voorbereiden zijn op de stap naar het voortgezet onderwijs. Zij bezoeken vandaag de dag open dagen online en moeten op basis van een online ervaring hun keuze gaan baseren. Maar gelukkig hebben ze 4 broers die helpen met het maken van deze grote keuze. Ergens is de rust thuis fijn. Het voelt alsof het huis weer zoals een jaar terug van mij alleen is. En dat is gek genoeg best een fijn gevoel. Door het huis klinkt de hele dag door muziek en ik heb voor het eerst in lange tijd ruimte voor films. Mijn wekker gaat weer heel hard af. Ik draai wasjes zonder erbij na te denken. En stofzuigen doe ik soms ook in de avond. Ik weet dat ik er niet aan moet wennen. Maar het is ook even lekker om echt alleen te zijn. En de avondklok heeft dit alleen maar versterkt. Kun je je voorstellen dat ik al weken zelf kook? En nee, niet elke dag hetzelfde kook. Normaal gesproken maak ik veel mee. En kan ik me niet ophouden met vertellen. Maar nu maak ik eigenlijk vrij weinig mee. En heb ik eigenlijk het idee dat er niet zoveel bijzonders te vertellen is. Gek, hè? Als ik zo naar jouw Insta kijk, dan lijkt het alsof jij het paradijs op aarde hebt gevonden. Hebben jullie daar last van corona? Zijn de regels daar ook zo scherp of valt het allemaal wel mee? Wat voor eten eet je daar? En heb je nog leuke dates gehad? Trouwens, bro. In de brievenbus
liggen een stuk of 12 blauwe brieven. Wil je dat ik ze even voor je check? Yalla, ik hoor van je. Ja. Dit was dus de eerste brief. Oké. En daar heb jij op gereageerd. Met jouw ja. Laat ons horen wat jouw eerste stuk was. Het is makkelijk praten. Ik zit hier op Cura en voel me heerlijk vrij. Kan uit eten en dansen. En het weer is fijn. Plus ik ben in een land waar de mooiste meiden ter wereld zijn. Soms staren hier de prachtigste vrouwen naar me. En kan ik nauwelijks praten. Maar ik hou van aandacht. Krijg zelfs bekijks van oudere dames. Helaas kan ik je niet vertellen hoe mijn date ging. Mijn onderbouwde mening. Stoer doen dat ik met haar chillde uit verveling. Stiekem zoek ik de vrouw van mijn leven. Maar ja, ik heb die muur en mijn hart heeft geen zin. Ben omringd door mensen. Ik geef workshops en krijg zoveel energie terug. Wat heb ik dat gemist? Ik ben bevoorrecht. Ik hoop dat jij doorvecht. Ik weet het wel zeker. Tijd voor jezelf? Het klinkt alsof jij lekker in je vel zit, omdat jij weet wat je doet. Misschien doet deze periode jou wel goed, want niks moet en je hebt alles in eigen hand. Hier is alles tranquilo. Iedereen heeft de relaxte stilo. Geen virus te bekennen. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar waar. Hier zegt iedereen bon dia, al ben je vreemden van elkaar. Een dorpsgevoel, iets wat wij ook in West hebben. Enige verschil is dat mensen hier weinig stress hebben. Ondanks de armoede en werkloosheid, en dat is echt niet oké, maar ze kijken elkaar aan en zeggen, we hebben de zee. Het voelt raar. Maar hier vallen de golven in elkaar en daar is het 10 graden onder nul. Het is waar dat het verschil gigantisch is. Ik zou je dit klimaat schenken als ik kon. Maar dat land verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ik leef nu in een parallel universum. En toch heb ik het gevoel dat de cirkel rond is. Mijn situatie in tijden van een pandemie, fysiek en mentaal, gezond is. Ik kom hier tot rust. Ik voel het nu bewust. Eerst was het een omschakeling. Nu is het pure vrede. Een schone lucht met nieuwe zuurstof. Wat een verademing. We hebben hier ook een avondklok. Maar daardoor heb ik tenminste geen slaaptekort. En ik sta vroeg op. Ik heb die kalmte nodig, want ik ben moe. Trouwens, ik spreek al een aardig woordje papiamento. Contabai. Het gaat best wel goed met mij. Eigenlijk gaat het perfect met me. En daar ook toch? Of vertel bro, hoe gaat het echt met je? Dankjewel. Dus ik ontving dit bericht van jou. En toen... Toen schreef ik een bericht... Waarbij ik reageerde op jouw tekst. Heb je het voordragen? Ja. Yo Luan. Wat fijn dat je op een plek bent waar je je ei kwijt kunt. Een plek zo mooi, warm, aan de zee, waar je eindeloos kunt opladen en ook nog eens kunt optreden en werken. Toen ik je tekst las, was er één zin die bij mij het meest binnenkwam. En dat was je laatste zin. Namelijk, hoe gaat het echt met je? Deze vraag, oh zo simpel, maar het maakt zoveel bij mij los. Niemand vraagt namelijk hoe het echt met me gaat. Over het algemeen gaat het goed en wil ik eigenlijk niet klagen. Want ergens voelt het verkeerd, omdat ik mensen ken die het echt slecht hebben. Maar het gaat eigenlijk niet goed. Ondanks dat ik vrienden heb, een familie heb die om de hoek woont en hele lieve buren heb, voel ik mij diep van binnen eenzaam. Het gevoel van eenzaamheid gaat heel diep en is eigenlijk voor het eerst onverdoofd. Deze laatste weken, waar alles voor mij ook voor het eerst stil is gevallen, heeft het gevoel blootgesteld en mij er echt mee geconfronteerd.
Ik kan mijn gevoel niet goed onder woorden brengen. Maar het doet mij denken aan een reis van 2 jaar terug naar Palestina. Ik was toen aan het werk in Beit Jalla, een stad dichtbij Bethlehem, en toen zat ik met mijn werk een aantal dagen vast in een leeggelopen stad. Ik zat dichtbij de grote muur en voelde mij opgesloten en ook daar kwam dit gevoel naar boven. Een gevoel wat ik destijds beter begreep dan nu. Want toen was ik ver van alles en was het voor mij logisch om mij eenzaam te voelen. Maar nu? Dit keer is het gevoel leeg en vermoeiend. Dagelijks probeer ik met heel veel energie mijn dag op te starten. Zoals je me kent. Hip-hop onder de douche, lekker uitgebreid ontbijten, koffietje buiten en daarna aan de slag. Al heb ik helemaal geen opdrachten lopen, weet ik over het algemeen energie te vinden om te ondernemen en te maken. Maar nu we bijna een jaar in deze uitzichtloze toestand zitten en we niet geprikkeld worden, merk ik voor het eerst dat mijn inspiratie om te maken heel moeilijk te vinden is. Het voelt bijna alsof ik zonder ziek te worden van corona eigenlijk corona te pakken heb. Een hele stille vorm waar niemand het over heeft. Mijn inspiratie en energie haal ik uit mensen en hun verhalen. Ik heb echte gesprekken en verhalen nodig om te dromen en te maken. Door deze briefuitwisseling besef ik eigenlijk voor het eerst dat ik ergens een beetje mis. Ik mis onze samenzijn, bro. Onze broederschap. Het delen van ons huis samen is toch hetgeen wat ik mis. Op de bank samen luisteren naar Rutte en het daarover hebben. Jouw uitlachen als je weer eens een eitje hebt laten aanbranden. Maar ook jou om advies vragen als ik weer eens in een ingewikkelde situatie zit. Mijn huis voelt leeg zonder jou. Het is bijzonder om te beseffen dat ik je zo waardeer. En ergens door dit te beseffen voel ik mij eigenlijk gelijk een stuk anders. Gek hè? Dat we dit soort dingen nog altijd aan het leren zijn. Hey, je krijgt de vraag terug. Hoe gaat het echt met jou op dit moment? Hoe voel je je? En oh ja, bro, ondertussen is er weer een blauwe brief bijgekomen. Moet ik me zorgen maken? Tot snel, bro. Oké, dus dat was mijn stuk. En nu ben ik benieuwd naar jouw stuk. Neem ons mee. Nou, voor het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Spoken word, zo gebeurt. Soms ben ik ook mijn inspiratie kwijt. En ik heb geen Valentijn. Geen open deur die ik intrap. Misschien klinkt het onlogisch. Want ik zou juist liefde kunnen vinden hier. Maar ik worstel met emoties. Gesloten op een afgelegen eiland. Misschien wel symbolisch. Plus ben hier zonder mijn homies. Die eenzaamheid is herkenbaar. Want ik heb geen echte matties hier. Dus natuurlijk mis ik je. Het feit dat jij mij zo goed begrijpt is geen toeval, nee. Jij vraagt me naar de wedstrijd van Ajax terwijl je niks om voetbal geeft. Dat is echte vriendschap. Ook al zit het soms tegen, jij staat voor puurheid. Dus ik hoop dat jij krijgt wat je verdient, gap. Thuisbezorgd is onze beste vriend. Wij bestellen echt iedere dag. En koken we eindelijk een keer, dan weet iedereen op social media dat. Ik bewonder je energie, je ondernemingsgeest, je humor, je bijzondere woorden. Ja, die keiharde lach die heel Bos en Lommer kan horen. Ik wil weer samen een event opzetten. En naderhand thuis evalueren. Wat ging er goed? Wat ging er mis? Wat kunnen wij hiervan leren? Die flashbacks naar Palestina hebben jou diep geraakt. Een politiestaat waar iedereen tegenover de politie staat. Wauw, soms schrik ik ook wakker. En kijk ik naar buiten en dan is het helemaal leeg op straat. En ik krijg geen antwoord wanneer de stilte tegen me praat. Eigenlijk heb ik me nog nooit zo alleen en gezegend gevoeld. Een totaal contrast. Iets wat helemaal niet bij me past en wat me erg verraste. En oh ja, die blauwe brieven, daar moeten zij mij niet mee belasten. Ja, dit zijn roerige tijden. En het doet ons pijn als wij elkaar zien lijden. Maar wij zijn toch geboren bazen, wij willen elkaar zien lijden. Maar het gaat echt wel weer gebeuren. We nemen over, bro. Dit wordt de beste podcast. Sowieso. Want wij hebben de nieuwe liefde. Clyde heeft Bonnie en Julia. Wij zijn jouw Romeo.
Mooi. Dankjewel, Loa. Dankjewel, dankjewel. Dus dit was onze brievenuitwisseling in de vorm van storytelling en spoken word. En ons heeft het eigenlijk wel geraakt om deze brieven naar elkaar te schrijven. Want het heeft ons allebei wel heel erg bewogen. En toch ook laten voelen dat we er voor elkaar zijn. Dus we zijn blij dat we het allebei hebben gedaan. En zo willen we jullie ook uitnodigen om het ook te doen. Dus neem een dierbare, iemand die misschien nu even ver voelt, en daag diegene uit. Of eigenlijk schrijf naar diegene een brief. Een stukje spoken word of iets anders. En kijk wat er gebeurt. Ja. Zeker weten. Luan, Amsterdam mis je. Dus pak je vlucht terug naar Amsterdam. Ik mis Amsterdam en ik ben snel weer terug. Dan hopen we je snel weer te zien bij de nieuwe liefde. Zeker weten. Zeker weten. Dank jullie wel.